Xenon koplampen produceren een feller en helderder licht, wat zorgt voor een beter zicht op de weg. Om te voorkomen dat tegenliggers worden verblind, is de afstelling van Xenon koplampen zeer belangrijk. Een voertuig met mechanische ophanging varieert in hoogte ten gunste van de belading in het passagiersgedeelte. Dit kan resulteren in een te hoge lichtbundel die tegemoetkomend verkeer verblindt. Op basis van de informatie die afkomstig is van een rijhoogtesensor, kunnen de koplampen omhoog en omlaag worden verplaatst om de lichtbundel in alle gevallen op het wegdek te houden. In alle gevallen waarin Xenon koplampen achteraf worden gemonteerd, kan de hoogtesensorarm worden gemonteerd aan de driehoeks draagarm zonder extra onderdelen te hoeven aanschaffen voor installatie. Voor deze voertuigen heeft Moog een M6 blind klinknagel toegevoegd aan alle driehoeksdraagarmen. Ga als volgt te werk om de blind klinknagel te monteren. Schroef een moer op de blindklinknagel. Plaats de blindklinknagel met moer in het voorgeboorde gat in de driehoeks draagarm. Haal de moer aan om de blindklinknagel vast te zetten. Verwijder de moer van de blindklinknagel. De klus is nu gereed. Indien nu Xenon koplampen achteraf moeten worden gemonteerd, kan de daartoe vereiste hoogtesensorarm worden gemonteerd aan de driehoeks draagarm zonder extra onderdelen te hoeven aanschaffen voor installatie. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.